We gaan eerst ons gebed doen voordat we de catechismus beginnen, bladzijde 74 in het Hosanna-boekje. Roep de Heilige Geest aan. Dan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw geloven en ontsteek in het vuur van uw liefde. Zet uw geest dat het vuur geschapen worden en ik wil het aanzien van de aarde vernieuwen. Laat u nog wat u de harten van de geloven door verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef ons als wij dat de Geest van ware wijsheid te zien. En zal het over zijn verlossing verblijven door Christus onze Bisschop Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van de lichaam Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dag Jozef, bid voor ons. En dan gaat zijn Gabriel, bid voor ons. En Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo is beter. We zijn nu gekomen aan het scheppingswerk. In de catechismus is het de vierde les. Maar die vierde les is zo uitgebreid dat we toch wel in die stukjes gaan moeten knippen. Die vierde les krijgen we niet in één keer afgewerkt. En u weet het, in de catechismus is een beknopte leer van de katholieke leer, is, kunt u dus niet alles verwerken. Vraag 36, waarom noemen wij God schepper van hemel en aarde? Antwoord, wij noemen schepper van hemel en aarde, omdat God alles uit niets heeft gemaakt. Ik zeg toch nog heel even uw aandacht op het vraag en antwoord. In de maatschappij wordt dat heel veel gebruikt met multiple choice. En dan kun je kiezen. In de katholieke kerk moet je niet kiezen, dat is duidelijk. De vraag, het antwoord. En als je die vraag van buiten geleerd hebt, heb je gezegd het antwoord. En met een tijd gaat je dat beter begrijpen. Dan heb je erover gemediteerd, je bent volwassen geworden. Je hebt erover gemediteerd en heeft gezegd, ja, dat kan niet. Uit niets, uit het niet, kan niks voorkomen. Als je een beetje de wetenschap gedaan hebt, dan weet je dat er altijd energie moet zijn voor iets om te vormen. Dat is een eigen werk, het niet. Iemand moet er iets aan doen. Waarom noemen wij God schepper van hemel en aarde? Omdat God het gemaakt heeft. Dat wil zeggen, in het begin was er niets. In het begin, zeggen wij, schiep God hemel en aarde. Dat wil zeggen, we geven dan mee dat de wereld, of al wat geschapen is, het zichtbare en het onzichtbare, het zichtbare zoals wij dat kennen, het onzichtbare, denk ik, van de wereld van de geesten, dat alles is niet eeuwig. Dat alles is niet eeuwig. Dat heeft een begin gehad. En van dat af loopt dat door. En we zeggen, God schiep. De wereld is er gekomen omdat God die geschapen heeft. God heeft dat gewild. Het woordje gewild komt straks terug. Hemel en aarde, zoals gezegd, alles wat buiten God is. Alles. Dus God heeft geschapen in zijn geheel. In zijn geheel. En wanneer een mens iets maakt, dan heeft hij bepaalde materialen nodig om er iets uit te maken. God heeft niks nodig. Niks. Dat is het verschil. Soms zeggen we, oh, dat is een mooie creatie. Maar die creatie, dat woordje schep,
scheppen dat daarin steekt, of schepping, vertrekt altijd van materiaal. Bij God niet. Bij God niet. En voor God is het, kan het in één keer nu zijn. Omdat de tijd is daar anders. Dat laten we nog even rusten. God kan alles in één keer geschapen hebben. En we gaan zien verder, maar daar moeten we over denken. Vraag 37. Waarom wordt de schepping toegeschreven aan God de Vader? Antwoord. De schepping wordt toegeschreven aan God de Vader, omdat ze een werk is van de goddelijke almacht. En we hebben gezien, wij schrijven dat toe. Maar we weten, als God iets doet, naar buiten is het altijd, is het het werk van alle drie personen. Maar we schrijven het toe, we zeggen, dat komt dan de Vader toe, omdat de Vader de Zoon voortbrengt. Het scheppen van het heelal met al zijn grootse pracht en overgeweldige natuurkrachten is ongetwijfeld een werk van almacht. We moeten het maar kunnen. Wel nu, de Vader is de oorsprong van de twee andere personen van de heilige drievuldigheid. En daarom wordt de schepping bijzonder aan de Vader toegeschreven. Alhoewel ze ook aan de andere personen toegeschreven mogen worden. Een tussenvraag. Wat is er vereist om almachtig te zijn? Dat is een ander begrip dan de macht van sommige rijke mensen of politieke personen. Wat is er vereist om almachtig te zijn? Dan moet je de macht hebben om te kunnen maken en vernietigen. Al wat wij mensen kennen, als God zijn hand daarvan terugtrekt, valt tot het niets. Er blijft niets van over. Maken en vernietigen, die macht. God kan dat. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen de aarde niet vernietigen. Er zal altijd iets van overblijven. We kunnen veel kapot maken, maar dan blijft er nog altijd een residu, iets van over. Als God zegt, ik vernietig het, trek mijn hand terug. Het is er nooit geweest, zal men denken. En men moet alle dingen kunnen maken en vernietigen. Alle dingen, dat betekent alles wat niet in strijd is met het zijn of met het wezen van God. God kan niet zondigen. Dat kan God niet. Is God dan niet almachtig omdat hij niet kan zondigen? Nee, God is volmaakt en kan niet zondigen. Iets kan niet tegelijkertijd wit en zwart zijn. Het is wit of zwart, want dat is tegenstrijdig. Wit en zwart tegelijk gaan niet. Dus alle dingen moeten echt begrijpen wat niet tegenstrijdig is. En een derde puntje. Om almachtig te zijn, je moet het gewoon willen. Willen. En God zei, God sprak en het was. God wilde het en het is er. Gewoon willen. Het is gewoon in de geest. God is een geest. Dus, ik breng het bijeen. Je moet de macht hebben om te maken en te vernietigen. Alles wat je kunt maken of vernietigen. En alleen met uw wil. Wij mensen, wij kunnen dat niet. Wij kunnen dat niet. Nochtans, Jezus zegt, alles kan voor diegene die gelooft. Kan er veel, maar we vertrekken dan altijd van het een of het ander. Scheppen is dus iets maken van niet. Uit het niet. Met niets. Dat moet je echt goed vastnemen. Oh, zonder een voorbestaande stof. Wat heeft God van niet gemaakt of geschapen?
Degene die gelooft, die ziel, zegt geen God, hemel en aarde. Alles wat buiten hem is. De vraag stelt zich nu, hoe lang is dat geleden? Want als God dat gedaan heeft, en er was in het begin, dan moet er een tijd kunnen opgeplakt worden. Tegenwoordig spreken we van miljoenen jaren. De katholieke kerk zegt, grosso modo, 6000, misschien 7000 jaar, Adam en Eva in die tijd. Maar daar hebben we geen volkomen zekerheid over. Adam en Eva misschien wel, maar al wat er geschapen is voordat Adam en Eva er waren, de Heilige Schrift, is en blijft daar duister over. Is dat belangrijk van dat te weten? Hoe oud iets is? Is dat belangrijk om te weten om naar de hemel te gaan? Heb ik dat nodig? Als moeder in de kerk leert, God is de schepper. Van in de begin heeft God geschapen. Dat is belangrijk. Dat ik weet van waar ik kom en waarvoor ik leef. God heeft dat gemaakt. Dat is belangrijk. In de schrift lezen we op 6 dagen. Op 6 dagen heeft God dat gedaan. En dan gaan de geleerden daarover spreken. Sommigen zeggen, dat zijn 6 dagen van 24 uur. Anderen zeggen, een dag kan een periode zijn, een tijdstip. Dat kan in menselijke termen eeuwen duren. Zo'n dag, een periode. In 6 periodes, je ziet de lagen van de aarde, dat heeft zich gevormd en dat vormt, dat beweegt nog. Ik heb gezegd, daar kun je over discussiëren en ruzie maken, maar dat is niet het allerbelangrijkste. God heeft het geschapen. Dat is het wat je moet weten. En als we dat misschien nu zeggen. Als Mozes dat opgeschreven heeft, dan was dat niet de bedoeling dat Mozes een wetenschappelijk boek ging schrijven. Zoals we dat nu aan de universiteiten doen. Dat was gewoon de bedoeling dat de mensen zouden weten, God is de schepper, hij is de Heer uw God, en je zult in je leven rekening houden met God. En je hebt 6 dagen om te werken, en de 7e dag gaat je God eren, de dag des Heren, en je gaat zelf rusten. Want jij hebt een rust nodig om die 6 dagen te kunnen werken. Krachten oppakken. Naar lichaam, rusten. En naar ziel, de dag des Heren eilen. Voor de katholieken betekent dat zondags naar de mis gaan. Dat is het doel van Mozes geweest. Niet om een wetenschappelijk werk te maken. Dat moet je echt in je achterhoofd houden. Al die discussies tussen geloof en wetenschap, komen daar op de juiste plaats. De Bijbel is geen technisch boek voor de burgerlijke ingenieurs. We kunnen onze vraag nu stellen, en nog een keer, hoe houdt de ouderdom in de vorming van het heelal? Sint Thomas van Aquino leert dat een eeuwige wereld mogelijk was. Dat de wereld altijd bestaan heeft zoals God bestaan heeft. Dat kun je met je verstand bewijzen. Maar ons geloof, de openbaring, de geschrift, Mozes zegt, in den beginnen. Dus God is toch een begin. Er was een tijd dat het niet bestond, terwijl God altijd is. En in het begin kan het dus best zijn dat God, samen met Abba, dat hij uit het niet in tot leven geroepen heeft, dat hij daarmee ook de tijd, zoals wij mensen die kennen, geschapen heeft.
Want voor God is de tijd geschapen. Over het ontstaan van de levende wezens, daar is ook al heel veel over verteld. En daar wordt voor momenteel nog altijd de leer van Darwin in de scholen onderwezen, terwijl men weet, wetenschappelijk, dat dat voorbijgestreefd is, dat men dat ook niet kan behouden. Die discussies daar rond behoort niet direct tot mijn catechismus, die ons leert wat we moeten weten om naar de hemel te gaan. Maar ik wil toch een paar dingen zeggen daarover. En verder moet je het bij specialisten gaan zoeken. Dus God zegt, verhaalt ons dat God op de derde dag de planten, op de vijfde dag de vissen en de vogels, op de zesde dag de landdieren geschapen heeft en de mens. De vraag is nu, komt het ene voort uit het ander? Is het middelijk, of heeft God de planten in één keer geschapen, de dieren afzonderlijk en de mens? Daar valt dus veel over, wordt heel veel over gediscussieerd. Ons geloof zegt, God heeft allemaal geschapen. En hoe het verder, hoe het verder loopt, laten we gemiddeld in het midden. Onze catechismus is een beetje zoals Mozes, die zegt, als je dat weet, heb je genoeg. Eert God, looft God, zoals in de psalmen staat, voor de zon, de maan, de sterren, de sneeuw, de bergen, de dalen, het water, de warmte en voor het vuur. Looft God, gij mensenschepselen. Als je dat gedaan hebt en komt te sterven, zullen ze zeggen, wat ben ik blij dat ik God geloofd en geprezen heb voor al dat wonderlijke in de natuur. Waarvan ik mocht genieten. Maar als we in de natuur gaan wandelen, wij christenen, wij brengen dat terug naar God. Wij zeggen, God, u zij geloofd en geprezen. Maar iemand die niet gelooft, die doet dat niet. Maar wat als je dan komt te sterven? Want God is. Wij zijn maar toevallige wezens. Wij zijn niet noodzakelijk. Als je komt te sterven, valt het onvermijdelijk in de hand van God. Dat zijn serieuze vragen. En dan zijn er twee grote lijnen. Het productionisme leert dat God alle planten en dieren in volle, soortgelijke volmaaktheid geschapen heeft. Elke plant, alles erop en eraan. Een andere soort van die plant dat erop gelijkt, maar toch niet dat is. Alles erop en eraan, alles perfect. Het evolutionisme daarentegen leert dat de oorsprong van de tegenwoordige organische soorten uit één of meerdere lagere, georganiseerde vormen voortkomt. Een hogere soort komt daaruit voort. Dat zijn dus twee verschillende, zou ik zeggen, scholen. Het evolutionisme werd door de ongelovige wetenschap als wapen gebruikt tegen God en zijn schepping. Maar dat is niet voldoende. Want ze moeten altijd vertrekken van iets. Uit niets kan niets komen. De kerk gaat daar verder niet op in, want zegt, het is nog nooit geweten dat uit niet iets komt. En, dat is nog altijd van dag van vandaag, uit dode stof krijgt men geen levend schepsel. Als wij een graantje zien, dan ligt er voor mij, ik ben niet technisch of biologisch onderlegd, zouden we zeggen, kijk, als ik in de grond steek, komt daar leven uit. Ja, want daar zit een kiem, een levendragende kiem in. Maar als dat 5 jaar gedroogd is, ik steek het in de grond, daar komt geen boom uit. Dus zegt de christelijke wetenschap, kijk, daar moet je het niet gaan zoeken. Dat is eigenlijk al wat belangrijkste dat je daarvan moet weten. Maar ik zeg het nog, ondertussen blijf je in de scholen Darwin onderwijzen.
Niet zozeer voor de waarheid, maar wel tegen de katholieke leer. Enfin, dat is voor specialisten. Het belangrijkste is dat u en ik weten, God is schepper van hemel en aarde, met alles erop en eraan. En dat moeten we weten. Vraag 38. Tot welk doel heeft God hemel en aarde geschapen? Waarom? Waarom? Waarom leef ik? Dat is toch de vraag van veel mensen. Waarom leef ik? We gaan zien het mysterie van het kwaad. Het is heel dikwijls op het mysterie van het kwaad dat mensen zeggen, moet mij dat overkomen, waarom leef ik? Ik heb dat niet gevraagd. Maar dat behoort tot de volgende hoofdstukken. Wel, God heeft hemel en aarde geschapen tot zijn eigen glorie. Voor de glorie van God, voor zijn eigen glorie. Voor uw glorie en mijn glorie. We waren er niet. Dus voor ons kan het niet geweest zijn. En na zoveel jaren zullen we er weer niet zijn. En de aarde draait rond. Gaat voort. En nu komt het ook tot geluk van zijn schepselen. Ook tot geluk van zijn redelijke schepselen. Verstand en de wil. God schiep de wereld tot zijn eigen glorie. Wanneer een mens iets doet, wij uit ervaring weten dat, als wij iets doen, dan denken wij, oh, ik heb dat nodig. Oh, dat vind ik goed. Dat is iets waar ik iets mee kan doen. Oh, dat geeft mij een meerwaarde. Dat kunnen we niet zeggen over God. Geheel de prachtige natuur en gans dat heelal met al die lichte sterren. Verandert aan God niks. God heeft dat niet nodig. God is volmaakt. Heeft het leven, het eeuwige leven in zich. Mysterie van de eigen liefvuldigheid. God heeft dat niet nodig. Hij is volmaakt. Wij zeggen, oh, dat kan ik mij. Ik wil dit of dat hebben, want dan heb ik een meerwaarde. Ik kan er iets mee doen. Ik kan tonen dat ik het heb. Mensen die hebzuchtig zijn. God heeft die aarde niet nodig. God heeft u en mij niet nodig. Vergeet dat nooit. Maar God heeft gedacht, ik ga schepselen maken die mij mogen genieten in de eeuwigheid. Die mijn volmaaktheden mogen smaken. Zoals ik eeuwig gelukkig ben. Ik ga schepsels maken die daar kunnen aan deelnemen. Dat is zijn zaak. Hij is God. Hij is de Heer en Meester. Ik ben maar het schepsel. Wat ben ik? Wie ben ik? Ik ben niets. En ik dacht dat ik iemand al was. Ik ben niets in het oog van God. Het is omdat God van mij houdt dat ik iets beteken voor hem. Maar ten opzichte van God, denk er zelf over na. Waarom heeft hij ons dan nog verder geschapen? Ieder van ons, en onthoud dat heel goed, moet iets van Gods glorie uitstralen, beleven. Je hebt mensen die zijn goed. Zo moet het zijn. Je hebt mensen die zijn barmhartig. Zo moet het zijn, God is barmhartig. Je hebt mensen die zijn heel rechtvaardig, ieder het zijne. God is rechtvaardig. En God is alleen volmaakt. Dus er kunnen geen kwade mensen zijn. Het kwaad komt van iemand anders. Maar dat is vandaag niet ter sprake, komt niet ter sprake vandaag. Alleen komt door Gods volmaaktheden moet u en ik weerspiegelen in ons leven. Dat is voor ons hier op aarde. En in die mate dat ons leven dat weerspiegelt, in die zesde mate verdienen wij om na de dood bij God op deze of op die andere plaats te zitten. Dat is de taak van de strijdende kerk, van de mens hier op aarde. In de hemel doen al die schepselen dat
Automatisch. Die zien de glorie van God, die zeggen, dat is normaal. Hier op aarde, wij doen dat niet automatisch. Wij zien God niet en we zijn vol van ons eigen. Vandaar dat het soms kan mislopen. Nochtans wil de goede God, het is zijn plan, dat wij onze wil in overeenstemming brengen met zijn wil. Onze Vader bidden dat uw wil geschieden, in de hemel als op aarde. Uw wil geschieden, zegt Jezus in de Hof van Olijven, begin van zijn lijden. Mysterie, mysterie. We komen daarop terug, als we over het kwaad gaan spreken. Dus hier op aarde is de kunst, wilt u zeggen, met uw leven is geslaagd, dan ik heb altijd de wil van de Vader gedaan. Uw leven is niet geslaagd als je rijk geworden bent, maar niet de wil van de Vader gedaan hebt. Je laat het achter, je hebt uw wil gedaan, en God zal zeggen, maar wat is er tussen u en mij? Er zijn geen raakpunten. Er zijn geen raakpunten. Ik ben de schepper, jij zei niets. En je denkt dat je wat zijt, maar je hebt niets gedaan. Dat mijn glorie uitstraalde. Heel grote geheimen. Ons geloof is prachtig en krachtig. Maar het moet onderwezen worden. En de mensen moeten onderwezen willen worden. Scheppen is met de wil iets doen. Geloven moet er uw wil bij zijn. Ik heb gesproken over de mensen hier op aarde. Ik heb gesproken over de hemelingen. En wat met de verworpelingen, de mensen die gedoemd zijn. Of de geesten. Wat daarmee? Zij worden eeuwig gestraft. Gelooft de mensen niet die zeggen dat er geen hel is, of gelooft de mensen niet die zeggen dat de hel ophoudt te bestaan? De hel is eeuwig, omdat God eeuwig is. De beloning of de straf is eeuwig, omdat het om God gaat. Wel, die verworpelingen of die verdoemden, die verkondigen Gods lof. Dus ze zeggen, de rechtvaardigheid. Ze hebben God geweigerd op aarde. Ze hebben de 10 geboden opzij gezet. Ze hebben gezondigd. Ze wisten dat het niet goed was. Ze hebben gelogen. Ze hebben bedrogen. Ze hebben God niet geëerd, de 3 eerste geboden. Ze hebben overspel gepleegd. Vreemd gegaan. Gods rechtvaardigheid zegt, je wordt gestraft. En Gods eiligheid. God, wees eilig zoals de hemelse Vader in de hemel eilig is. Alles wat ik hier juist heb opgenoemd, is tegenovergestelde van de eiligheid. Dus deze verworpelingen verkondigen de rechtvaardigheid en de eiligheid van God door eeuwig ongelukkig te zijn. Gestraft. Ongelukkig, dat wil zeggen, ik was geschapen voor God, voor het hoogste geluk, en ik heb het niet. Ze zijn daar niet voor geschapen om ongelukkig te zijn, want dat is heel goed. Maar als ze Gods wil niet willen volbrengen, dan is het niet de fout van God, maar hun fout. Want dat is goed. Als je zondigt, dat is uw schuld. Als ik zondig, is dat mijn schuld. Maar God is ook barmhartig. Maar dan moeten ze zeggen, meneer mijn God, ik heb tegen uw opperste majesteit misdaan. Vergeef mij alstublieft. In zonde ben ik voortgebracht, in zonde ben ik geschapen. Psalm 50. En dan hebben we nog de redeloze schepselen. Die geven God glorie alleen omdat ze er zijn. Als een koe is een koe. Die leeft en doet als een koe. Dat is een glorie. Die volgt haar instinct, zullen we zeggen. God heeft dat zo geprogrammeerd. Of zijn grote programmeur. Heeft dat zo geprogrammeerd. Voilà. En het is aan ons om de goede God te zeggen, mijn goede God, ik geloof voor die koe, want die geeft mij lekkere melk. En goed vlees. Voor diegenen die graag vlees eten. Aan ons om de goede God te geloven van die koe. Omwille van die koe. Daar verder over nadenken en iets anders meer over lezen. De catechismus staat hierop. Dus wij moeten Gods eigenschappen uitstralen.
Dat is wat wij moeten doen. En als wij dat doen, dan zijn wij gelukkig. Dan zijn wij gelukkig. Dan moeten we niet rijk voor zijn. Moeten niet geleerd voor zijn. Geen universitaire diploma's hebben. Daar moet je gewoon je gezond verstand voor gebruiken. En dat heeft God aan iedereen gegeven. Je moet maar naar de schepping zien, hoe, naar de natuur, hoe mooi dat is. Dat komt toch niet van zijn eigen. Als ik mijn kamer niet opruim, dan is er wanorde. Die orde in mijn kamer, die komt omdat ik die orde daar gebracht heb. Dat is trouwens een van de bewijzen van God. Orde. De katholieke kerk, al wat ik je kom te vertellen, die leert dat op het ene concilie, op het andere concilie, daar laten we opzij. Vraag 39. Draagt God zorg voor al zijn schepselen? Want ja, het is gemakkelijk aan iets beginnen, iets scheppen, en dan zeggen, trek je plan. Ja, God draagt zorg voor zijn schepselen. God, ja, God draagt zorg voor al zijn schepselen door ze in stand te houden en te besturen. En deze zorg noemt men de goddelijke voorzienigheid. Dat is heel mooi. En het kwaad komt er, je kunt er nu het kwaad opwerpen, daar komen we straks op terug. Maar God kan het kwaad toelaten om er een groter goed uit te trekken. Heel dikwijls gebeurt dat, dat heeft ieder van ons al ondervonden. Dat we iets verkeerd gedaan hebben, zeggen, nu weet ik hoe dat je moet doen, de volgende keer ga ik het beter doen. Ik heb iets geleerd, bijvoorbeeld. Dus, God heeft al wat hij geschapen heeft, God is van hem gemaakt, dat brengt hij naar zijn einddoel. Het doel is God te bezitten. Als jij God niet wilt bezitten, hier op aarde loven en prijzen en de eeuwigheid, dan brengt God u naar de hel. Je hebt niet gewild. Je hebt niet willen meewerken met God. God is de Heer en de Meester. Ik niet, ik ben maar het schepsel. En de onderdaan. Dat vraagt nederigheid, ja. Dat vraagt nederigheid. En dat leer je aan de universiteit niet. Nee. Sommigen wel. Sommigen die aan de wetenschap doen, die zeggen, het is wonderlijk hoe het allemaal ineens steekt. Het is wonderlijk. U kent allemaal het evangelie van, ik zal het lezen, want dat past echt hierbij. Dus zoals Jezus spreekt, wees niet bezorgd voor uw leven. Dat is eigenlijk een meditatie. Wat zult je eten of drinken? Nog voor uw lichaam waarmee jij u zult kleden. Is het leven niet meer dan eten en drinken en kleding? Kijk een keer naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet. Ze maaien niet. Ze verzamelen niet in schuren en banken. En toch voedt uw hemelse Vader hen. Zijt gij niet veel meer dan zij? En wie van u kan met al zijn denken zijn leven verlengen? Maar zijt je toch bekommerd, zegt Jezus. Kijk eens naar de lelies op het veld, hoe ze groeien, ze werken niet, ze spinnen niet. En toch zeg ik dat zelfs Salomon in al zijn heerlijkheid niet gekleed was als een van deze. Als God nu het kruid op het veld, dat vandaag nog bestaat, maar morgen in de oven geworpen wordt, zo mooi maakt, hoeveel te meer houdt God zich dan bezig met u, kleingelovigen. Wees dus niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten, drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat doen de heidenen ook, maar jij zijt mijn kinderen. Laat dan God uw vader zijn en wees tevreden. Uw vader weet dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het rijk Gods, de glorie van de Vader. En de rest krijg je erbij. En je mocht dat allemaal hebben, maar eerst.
Tenslotte dan gaat het omgekeerd. De drie eerste geboden worden opzij gezet bij de katholieken tegenwoordig. En ze houden zich alleen bezig met het materiële. Dat is een ramp. En daar zijn we nog niet aan het einde. Zoekt eerst het Rijk Gods, bovenal beminnen God. En het vijfde gebod, je zult niet doden. Dat is het vijfde. God bovenal, dag des Heeren is derde. Als je die volgorde ziet, dat doen de heidenen ook. Zich bezighouden met wat gaan we eten, wat gaan we drinken, waarmee ga ik me kleden. Wees dus niet bekommerd voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zal bekommerd zijn voor zichzelf. Dat wordt opgelost. Iedere dag, zegt Jezus, heeft genoeg aan zijn eigen leed. Ja, dat weten wij ook ondertussen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. God heeft geschapen. We zijn ver aan het einde, we stoppen ermee. Vraag 40. Welke zijn de volmaakte schepselen? De volmaakte schepselen zijn de engelen en de mensen. De engelen en de mensen hebben verstand en wil, twee volmaaktheden, die de dieren, de stenen, de bloemen en de planten niet hebben. En door dat verstand kan de mens God kennen. En met zijn wil kan God beminnen. Ik wil God beminnen, maar ik interesseer het niet. Ik bemin alleen de schepselen. Je hebt gehoord wat onze Lieve Heer over de schepselen zegt. Dus maken we ons daar geen zorgen om. Ik denk dat we het belangrijkste gezegd hebben. Het belangrijkste van alles is als je terug gaat naar Mozes, dat Mozes aan zijn volk, als hij dat opgeschreven heeft in Genesis, dat het volk moet weten, kijk, er is een God, jij bent schepsel. En jij hangt van hem af. Alles wat je ziet, heeft hij gemaakt. En blijf daar niet bij staan, zegt dan weer Jezus, want het gaat voorbij. Zorg ervoor dat je op het einde van je leven kunt zeggen, kijk, mijn fotoalbum, deze volmaaktheid heb ik van God getoond. Deze eigenschap van God heb ik uitgestraald. Dat is al. Als je dat gedaan hebt, dan is je leven geslaagd. Ook al word je dan begraven in een put zonder kist. Je hebt geleefd voor de glorie van God. Die kist is voor de glorie van de mensen en die bloemen die daarop gelegd worden. Maar uw liefde, die was op de juiste plaats. Amen. We gaan een dankgebed doen. Tot aan de hoogste bladzijde 9 tot Maria. Naar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Moeder van God, wij nemen onze toevlucht tot uw bescherming. Versmaad onze beden niet in onze nood, maar verlos ons steeds van alle gevaren. Gij, glorievolle en gezegende maagd. Amen. Naar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.